EDF is een stimuleringsprogramma van de Europese Commissie om samen met het ministerie van Economische Zaken, Defensie en bedrijven natuurlijk en kennisinstellingen projecten op te lopen die goed zijn voor de defensie van Europa. Het Europees Defensiefonds is zo belangrijk omdat de aandacht voor defensie echt noodzakelijk toeneemt. Je ziet wat er gebeurt in Oekraïne op dit moment, maar daarvoor werd de aandacht al belangrijker voor defensie. Defensie heeft materieel nodig, de industrie kan dat leveren en daarom moeten we samenwerken. T-Minus Engineering ontwikkelt, bouwt en lanceert raketten voor wetenschappelijk onderzoek. En sinds een aantal jaren ook meer militair. En dan doen we ook wetenschappelijk onderzoek, maar ook doelrepresentaties. Dus dan doen wij met onze raketten de vijand na. Het NLR is een kennisinstituut voor lucht- en ruimtevaart. Wij maken gebruik van het EDF-programma 2021. Daar hebben wij 6 proposals lopen, waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Het is aan te raden om in EDF mee te doen. Vanwege het natuurlijk, als je bij een winnend consortium zit, het verkrijgen van de opdracht, dat je werkzaamheden kan uitvoeren. En daarnaast zit je natuurlijk in een netwerk van Europese bedrijven waar je samenwerking mee opbouwt. En dat netwerk is belangrijk voor eventueel vervolgopdrachten. Het EDF is voor ons interessant om aansluiting te vinden binnen de Europese defensieindustrie. En we kunnen gelukkig gebruik maken van de business-to-business meetings hier om 1-op-1 gesprekken te voeren met interessante bedrijven voor ons. Je ziet bij Defensie dat het steeds meer internationaliseert. Aandacht voor Europa neemt toe. Daarmee kunnen bedrijven ook op die Europese defensiemarkt goede toegang krijgen tot grote programma's die weer ten goede gaan komen van de Europese krijgsmachten en goed zijn voor de industrie. Sluit je aan bij EDF Netwerk Events. Daar word je bekendgemaakt met de Europese bedrijven, met de spelregels daarvan. En kun je ook gebruik maken van de diensten die zowel het RVO als het ministerie van Defensie zou kunnen verlenen om jouw bedrijf of jouw propositie succesvol te maken.